Mag ik vragen wie u de vraag heeft? Aan wie het antwoord weet. Ik heb het even aangehaald. Ik denk dat de post-elektroon absoluut niet veranderd zijn. Omdat als het inderdaad post-elektroon blijft, is dat een verhaalde keer. Dat is natuurlijk niet verhaalde keer. Nu, daar is discussie over. Sommigen zeggen, ja, maar zo'n mensen al tijdelijk geworden, die dat ook nodig. En de haven, dat kan zelfs een aantal schuiven van de Rotterdam-Steven, want dat is later wel allemaal. Nu, met een aantal van de cijfers, als je die naar buiten bekijkt, dan ziet je dat de aanvoer naar die Rotterdam-Steven vooral Noord-Zuid is. Dat wil zeker dat je die natuurlijk gemakkelijk kunt opdraaien, dat van Noord-Zuid, dat wil. Dat is een groot van onder te maken, niet bij de stad, van het kasteel. Maakt inderdaad al de uitdaging. En ik pas dat je zo aanzet, zet je zo aan, dat is eigenlijk qua afstand door al die mensen die dat zijn. Dus dat is de redenering die we inbrengen, maar ik zeg nog eens, voor een aantal is dat een zeer heilig ding. Omdat men zegt, we hebben die groep nodig, we gaan anders dat groen laan aangenomen over belasting en zo. Omkeert we natuurlijk. En in die zin is dat een onvoorstelbaar belangrijkste aspect. Die modus split, die modus split, die modus split. Als je inderdaad er alles aan over is, dat in Antwerpse regio, of een mobiliteit efficiënter moet organiseren, dus minder met individueel auto verkeer, dat is veel beter van al die mensen die dat individueel auto verkeer nodig hebben. Dat is veel beter voor kinderen bestaan. Dat wil zeggen dat we daar ook de druk op die grond die groen mag aan kunnen reduceren. Maar ik zeg dat zijn stappen in de discussie. Ik heb al meegemaakt dat ik dat plaatseer, maar misschien die ik ook weghalen en dan ging ik weer een plafond. En dan kalmeren en de volgende keer dat ontzicht weer terug. Maar ik denk dat het een business is dat zeker een maken. Op een bepaald moment is er gezegd, het zou een punt kunnen zijn voor een parkje rijden. Ik denk, nou goed, parkje rijden, als je dat nodig komt, is het logisch dat je een parkje rijden hebt. Al die kleine barrières die dat staat, dat al de garage zit dat die regent. Als je naar die groen komt, is het logisch dat je neemt van de groenlaan of melkzetten, of die kant. Waarom zou je eerst nog een hele eindje rijden, in dat havengebied gaan rijden, om dan daar een parkje rijden te geven? Omgekeerd zit je natuurlijk. Eindelijk wordt de tram van tijdens je gelegd. Aan de oostelijke kant, ik heb dat eigenlijk wist. Ik weet niet hoe erg het dan, maar je gaat natuurlijk nooit over de Siberia weer op het huis, om daar een parkje rijden te nemen. Goed, dat zijn allemaal dingen die soms wel denken en kunnen en